BioTown! Hallo mensen van BioTown, ik ben Rick van Serpent Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Rick's Internet Avonturen. Rick's Avonturen! In deze aflevering van Rick's Avonturen doe ik de internet burgerschap test. Dit is een test over de eerste viral memes die er waren. Dingen zoals de dansende banaan en all your base are belong to us. Als ik genoeg vragen goed heb, mag ik burger worden van het internet. Ik heb er weinig vertrouwen in. Ik ben redelijk lang door mijn ouders beschermd van de kwade wereld van het internet, weet je. Ik zie momenteel heel veel kinderen van 8 in de comments die hun vaders YouTube account gebruiken. Die dan reageren, kanker op, speel Minecraft. Nou. En zo was ik dus niet toen ik 8 was. Ik was gewoon boeken aan het lezen en buiten aan het spelen. Dus, ik ben meer dan benieuwd of ik de test ga halen. Want ja, ik ben wel duidelijk internetverslaafd. Dus dat wordt wat. Neem de test. Dit is Oolong. Hij is momenteel dood, maar wat is zijn speciale skill? Over modelgebouwtjes springen, voorwerpen op zijn hoofd balanceren, de liefde bedrijven met ballonnen of doodspelen? Doodspelen is te makkelijk voor het internet. De liefde bedrijven met ballonnen, nee, dat is niks voor een konijn. Het is denk of over modelhuisjes heen springen of voorwerpen op zijn hoofd balanceren. Ik denk dat de tweede wel het meest internet is. Woe! Dat is een leuk konijn. Nooit van gehoord. Leuk konijn. Mooi. Dit is Mahir. Maar wat is Mahir's catchphrase? I kill you! Dat is natuurlijk van Jeff Dunham's The Terrorist gebeuren. Dat is het niet. It's nice, I kiss you, I sue you, Cohen. Nice is een beetje een Borat-achtige catchphrase. Ik ga voor I kiss you. Oh ja, het is inderdaad waar. Hij zei I kiss you. En hij heeft zelfs een single ervan gemaakt die helemaal is geflopt. Oké, volgende vraag. Dit is Eric Wu from Eric Conveys an Emotion. Oké, dus je kan bij Eric blijkbaar een emotie opvragen en dan gaat Erik hem uitbeelden. Wat een goed idee! En dan is de vraag dus, welke emotie beeldt Erik hieruit? Totale misantropie, brain freeze, je vriendin betrapt met iemand anders of fantaseren over Ricky Martin? Het is wel echt zo'n standaard in een video, je ontdekt iets verschrikkelijks gezicht. Dus ik ga je vriendin met iemand anders. Oké, nice, nice. Hij doet wel hele goede selfies inderdaad. Goeie plaatjes van Erik. Dit is een foto van Jezus. Op 23 april 1966 deed deze foto iets bijzonders. Maar wat was dat? Voor mij ken ik deze. Voor mij gaf hij een knipoog. Ja, het was een gifje van Jezus die een knipoog gaf. Wow! Ziek! Ik ga de goede kant op om internet dude te worden. Oké, het is geen wonder. Het is gewoon een gif. En een leuke foto van Richard Dawkins. Oké, dan. Volgende. Dit is een slecht geoptimaliseerde .jpg van een auto. Als deel van een gekheidstest maakte het een geluid. Hoe staat dit geluid beter bekend? Sowieso niet de Crazy Frog. De Floral Dance is een beetje raar. Floral denk ik aan bloemen. De Wilhelm Scream of Rhubarb and Custard Tea. Ik ga denk voor de Wilhelm Scream. Ding 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 ding. Heel veel namen. Jonan the Barbarian. Oh, die Jonan the Barbarian, zeg me iets. Fake So Solid. Ik denk Real Ultimate Power. Dat klinkt wel als een soort serie die op YouTube zou kunnen bestaan. Wat? De Hansen dans? Oké. Zombo.com. Dit is Zombo.com. Wat kan je doen op Zombo.com? 1. Alles wat je wilt. Het enige wat je in de weg zit ben jezelf. Niets op e-mail gebaseerde gekke groep mensen. Of onsterfelijkheid kopen. Dit is een moeilijke. Wat kun je doen op motherfucking Zombo.com? Helemaal niets. Ik vind het internet is wel een site voor dit soort troep. Helemaal niets. Oh, you can do anything at Zombo.com. Anything at all. Oké, jij zegt het. Dit is Dom Cocoon. In Japan was hij het gezicht van een tv-kanaal genaamd NHK. Maar wat was de neppe campagne waardoor hij internetberoemd werd? Ik ken hem wel. Dit plaatje zegt maar iets. Ik denk niet masturberen. Deze man ziet eruit als het symbool voor... Hey, blijf met Jan de Vrij Piemela. Please think of the kittens. Dus dit is een... Oké. Dus dat is een anti-masturbatie campagne.
Logisch, logisch. Hier zijn 4 Flash games en animaties. 3 hiervan zijn screamers en zullen naar je schreeuwen. Welke is dat niet? Woe. Volgens mij heb ik deze sowieso gespeeld. Dit is de Scary Maze. Dan moet je dus een dolf heen en op het einde en ik kijk... Ah! Als het heel klein wordt, die sowieso. D ziet eruit als eentje die sowieso naar je gaat schreeuwen. Dat je dan eventjes moet kijken van, oh, welk getal is het? En dan is het heel klein, dan ga je inzoomen en ik kijk... Ah! Zo is het internet. Konijntjes zou kunnen. Is hoeveel konijntjes zijn er bij het tellen en in één keer... Ah! Ik zet mijn geld in op B. B. Dus 2. Boe is B. Wow! Wow. Dit is die van de Crazy Maze. Deze foto is veel enger. Fucking vrouwen met allemaal messen erin. Doe dat niet. En hier is nog ook een heel raar fotootje. Ik hou van het internet. Yes, takes you to real ultimate power. No, to Oprah.com. But what is real ultimate power about? Ik heb geen idee. Power Rangers? I don't know. Wat? Mijn score is 6 van de 10. Ga van ons internet af. Je moet minimaal 8 hebben om het internet te mogen blijven. Fuck it, ik ga het gewoon nog een keer proberen. Ik ga nu fucking 8 goed halen. Ik kom mee naar het internet. Dingen balanceren op zijn voorhoofd. Volgende vraag. I kiss you. Volgende vraag. Fantasizing about Ricky Martin. Dat was helemaal verkeerd. Nee, dat zijn we... Nee. Gaf een knipoog. Jezus gaf een knipoog. Ja. Crazy Frog. Hoppakee. Deze weet ik niet meer. Had ik deze goed? Nee, dat was de hamster dance. Ja. Oké. Anything at all, the only limit is yourself. Oké, dan. Dat is natuurlijk don't masturbate. Nou komt de screamer weer. Het goede antwoord is A. Luister, niet met oordopjes. Was het antwoord nou ninja's? Ja. Yay, 9 van de 10. Je mag blijven op het wereldwijde web. Woo! Wow! Zuig daar maar aan, Banjo Town kijkers. Ik mag blijven. Dankjewel voor het kijken van deze aflevering van Rick's internetavonturen. Ik ben Rick en ik heb net een internetavontuur beleefd. Geef even een duimpje omhoog. En dan zie ik jullie terug bij een nieuwe aflevering van Rick's internetavonturen. Of misschien niet. Doei!